dag Rigio vrienden. Hoe is het daar? Hier is het goed. Behalve het weer. Want dat is een naadje. Maar goed, dat is niet de vraag. De vraag is, wat zit er onder het doosje? En wat heeft ons magneetje opgestuurd? Laten we eens even kijken. En een beetje snel. Hop, hop, hop. Toetjes. Het zijn Dr. Oetker wolkentoetjes. Wat dat is, weet ik niet. Het ziet er in ieder geval luchtig uit, dus dat zal er wel mee te maken hebben. We hebben choco, we hebben vanille en we hebben de eeuwige en altijd terugkerende karamel. En wat ik van karamel vind, heel erg vies en misselijkmakend. Dus dat schiet lekker op. Vanille, altijd goed. Choco, eigenlijk ook wel altijd goed. Hou je van toetjes, Jan? Nee, ik ben geen Jan de toetjesman. Liever gezegd, in een restaurant bestel ik ook nog toetjes. Een dessert noemen ze het daar. Ik vind het een hoop gedoe en ik vind het heel erg zonde. Want als ik lekker heb gegeten, wil ik het niet kapot maken met een hele bek vol suiker. Maar goed, wie ben ik? Hè? De Nederlander houdt wel van zijn toetje. Dus we gaan gewoon proeven bij de review. Wolkentoetjes van Dr. Oetker. Oetker moet je eigenlijk zeggen. Dr. Oetker. Ik ga het doen op smaak van makkelijkheid. Dus dat is vanille, chocola, karamel. Nou, we beginnen met de vanille. Kijk, het is dus een heel luchtig toetje, want het vliegt alle kanten op. En ik zag net dat er ook een of andere witte laag onder zit. Dus ik vraag me af wat dat is. Zou het slagroom zijn of misschien een soort crème? Oh ja, het is echt gewoon zo'n luchtige... Oh, dat moet ik niet vaker doen. Dat binnenzuigtoetje. Ah. Het is... Denk ik dat ze dit vroeger moes noemden. De vanille smaakt nauwelijks naar vanille. En ik denk dat hetgeen wat hieronder zit, dat witte... Dat het slagroom moet zijn. Ja, ik kan niet helemaal erachter komen wat het is, omdat het nogal zonder... Ja, dat is slagroom, denk ik. Maar het vanille moestoetje smaakt nauwelijks naar vanille. Dat is het tegenvaller. Nou, daar zit drie kwart nog op het folietje. Ik heb eigenlijk al een half toetje op, maar goed. Dit is gewoon chocomousse, zo dat heet. Zo heet dat dus niet, het heet wolkentoetje. En... De choco is hartstikke lekker. Koud, luchtig. En het smaakt naar pure chocolade, dus niet van die vieze melkdrap. Ja, onderin zit denk ik echt slagroom. Ik wil niet heel veel doen, maar het is echt heel erg lekker. Op een laagje room, dus dat wordt dan room genoemd. In plaats van slagroom. Maar ik kan hier dus niks verkeerds over zeggen. Dit is echt een hele lekkere chocomousse op een dun laagje room. Ja, nu wordt het tijd om over te geven, want karamel is misselijkmakend. Het ziet er ook uit als stront van een makkebeer. Het ruikt naar verschrikkelijk naar karamel. En dat is geen compliment. Maar we gaan het toch proberen. Want ik doe alles voor de reviews. Zelfs karamelwolkentoetjes proeven. Dat is eigenlijk minder vies dan ik had verwacht. Ja, het blijft heel karamellerig. Het blijft heel erg niet wat ik lekker vind. Maar het is minder smerig dan ik had verwacht. Niet zo lekker als die chocola. Het smaakt inderdaad gewoon naar karamel. En niet te erg. En het behoudt ook nog zijn luchtigheid ook. Als wolkentoetje is dat wel handig. Dus het is niet zo'n massieve brok karamel smaak dat je denkt... Maar lekkerder dan chocola. Wat wordt het vandaag niet hoor? Tijd voor de cijfertjes voor Dr. Oetker of Oetker. Wat maakt het uit? Geen ene reet. Wolkentoetjes. We hebben de vanille, we hebben de chocola, we hebben de karamel.
De absolute winnaar is natuurlijk de choco, dat hadden jullie al door. De absolute verliezer is het vanille-wolkentoetje. Want als je nou een vanille-wolkentoetje maakt wat niet echt naar vanille smaakt, dan heb je in mijn ogen gefaald. Want vanille is namelijk een hele lekkere smaak. Dus deze die krijgt van mij een 3. Wolkentoetje karamel is minder smerig dan ik had verwacht. Liever gezegd, het is eigenlijk best te nakken. Waar het niet dat ik geen karamelliefhebber ben. Maar het is nog steeds luchtig. En het smaakt naar karamel zonder dat je gelijk moet braken. Dus die krijgt van mij een 6. De absolute winnaar van de week. Is wolkentoetje chocola. Die is niet normaal lekker. Dit is gewoon chocolademousse zoals het behoort te zijn. Lekkere volle choco di poco. Luchtig koud met een kletter room aan de onderkant. Het is een wereldproduct. En een wereldproduct krijgt van mij een 8. Zo ben ik het ook wel weer. Jullie vragen je waarschijnlijk af. Jan, hoe gaat het met je? Na het eten van 3/4 chocotoet. Een klein hapje vanille. En toch wel de helft karamel. Stront is stront misselijk. Dat heb ik ervoor over. Voor jullie.